Voetballer Rens van Eijden stopt na dit seizoen met voetballen. De 34-jarige verdediger van NEC speelde tot nu toe 281 wedstrijden voor de Nijmeegse club. Van Eijden kwam in 2009 van Willem II over naar NEC en bleef daar gedurende 7 jaar spelen. In 2016 maakte Rens van Eijden de overstap naar AZ. Maar in 2018 kwam hij alweer terug in de Goffert. Vorig jaar liep Van Eijden een zware knieblessure op, waardoor hij dit seizoen nog niet in actie is gekomen voor NEC. Het was een moeilijke beslissing, maar ik sta er wel achter. Aldus Van Eijden op de site van NEC. Inmiddels traint Van Eijden al wel weer mee met de selectie en hoopt hij nog minuten te kunnen maken om zo definitief zijn carrière als voetballer te beëindigen.